Yo mensen van StrangerGames.nl, ik ben Rijn. Vandaag een kleine commentaar op mijn GTA filmpje. Ik had hem opgenomen, maar hij heeft mijn stem niet gerecord, dus dat is een beetje een probleem. Dus ik doe het wel via dit. Dus je kan zien, ik ga nu richting mijn auto. Ik heb 1 miljard dollar, ja, $1 miljard. Dus ik kan zo'n beetje alles doen wat ik wil. Er is een nieuwe DLC uitgekomen. Donderdag volgens mij. Die heeft 2 auto's toegevoegd die je op kan tunen in Benny's. Ik weet niet of sommige mensen Benny's kent, maar dat is een tunegarage voor lowriders. Nu ook voor 2 superauto's, zoals de Banshee en de Sultan RS. Zoals je kan zien, ik stap hier nu in mijn Banshee. Ik heb hem gemaakt als de auto van Fast and Furious Tokyo Drift. Ik vond het zelf nog heel mooi geworden. Maar jammer heeft mijn stem niet gehoord, maar we gaan nu volgens mij richting mijn garage. Want volgens mij heb ik een auto op te tunen. Of een auto gekocht. Ja, ik heb een auto gekocht en die ga ik dadelijk met jullie optunen. Ja, dat ga ik dus nu hier doen. Je ziet, ik ben niet de beste in rijden. Ik rijd heel veel tegenaan. Hier kan je de sites van Benny zien. En zie je dat ik de Sultan ga kopen. Want ik vind zelf de Sultan mooier dan de Benji. Ik ga verplaatsen door de Rokoto, want het is een lelijke kut-SUV. Niemand wil hem hebben. We gaan er nu naartoe. Er zit een vriend van me in de session. Vriendin heet hij, die jongen daar. Vriend. Ja. Hier kan je zien dat ik dat hij op een boot zit. Daar is hier mijn boot. Dan gaan we ook naartoe. Gaan we mijn boot even laten zien. Ondertussen ben ik even met mijn telefoon bezig. Gezien wij weer een klein probleempje hebben met onze Ziggo. Dat zal het dus niet. Nou, dat is mijn ene appartement van 5. Nou, hier weer allemaal auto's. Even snel mijn outfit veranderen, want we willen niet als een terrorist eruit zien. Even mijn zonnebril afdoen, anders krijg ik zo'n vreemd oranje. Ja? Dank je. Gloed. Porsche, mijn, ja, Chevrolet Camaro, wat is het? Mijn Greenpeace auto, ja, het is een auto die rijdt op zonne-energie. Het dak heb ik eraf gehaald, dus hij rijdt nu gewoon op batterijen. Mijn Audi R8, mijn, ja, hoe zou je het noemen, gepantserde moordmachine. Mijn oude Lamborghini. Mooi dingetje. Mijn nieuwe Charger. Ik heb mijn oude Charger in een andere garage gezet. En mijn, ja, wat is het? Ik vond de velgen mooi, dus ik heb hem gekocht. Maar hier is de Sultan. Zoals je kan zien heeft hij een beker houden. Ook wel leuk om te hebben. En we gaan hem even optunen bij Benny.
vriend van mij, Max, die ook hier in de server. Gaan jullie voorbij? Waarom willen niet geschoten worden? Want waarschijnlijk gaat hij weer schieten. Dan gaan we straks erin voor. Dus we gaan naar Benny. Ja, Benny is een beetje richting de gangs of zo nou is. Lijkt me ook wel een beetje logisch, want gangs is die rijden toch wel in lowriders. Want het is ook echt een lowrider shop, dat het is niet echt een shop waar je een beetje zult naar rest naar binnen kan, maar blijkbaar nu in één keer wel. Ik vind het zelf wel een hele mooie DLC. Maar het is alleen nog te duur. Ik weet niet of de meeste van jullie het al kunnen doen. Maar hier is Benny's. Het is een hele felle winkel. Ik vind het zelf vind ik het niet echt een hele mooie gebouw. Want ja, het is te felle kleur overal. Ja, je ziet nu meteen al dat hij naar beneden wordt gegooid. En veel breder wordt. Dat is mooi, want ja... Breder is beter. Armor's in. Nou, hier begint het. Bumpers. Je hebt de carbon splitter. De classic RS bumper. Dat is de bumper die ze in GTA 4 hebben gebruikt. De stickerbom splitter. Dat is altijd leuk om te hebben, een stickerbom. De drift RS bumper. Die heeft niet echt veel verschil met de custom splitter. Maar de GT bumper. Dus wordt ze al wat breder. De SPL bumper, de Vented GP bumper, GT bumper, die is hetzelfde maar dan met stomme gaten erin en ik zo snap niet waarom je gaten in je auto wilt hebben. Ja, en voor de rest vind ik deze heel mooi, deze ga ik er ook op doen, want ja, mooi vierkant aan de zijkant. De achterkant heb ik meestal de Vented rear bumper. Een normale GT rear bumper, want er van die splitters erin zitten. Dat is altijd leuk om te hebben. Het chassis kan je de foglights of je headlights kan je veranderen. Ik neem meestal de basic headlight fans. Nou, hier heb je de foglights, heb je voor als je een rally auto van kan maken, heb je van die mistlampen. Kleine roof scoop, ja, dan zie je ook wel dat netje dat je er een rallyauto van kan maken. Een roll cage, nou, altijd de grootste, want ja, je wilt geen schade aan je dak hebben, want dat kan weer pijn veroorzaken. Nou, je motorkap kun je ook veranderen, is ook altijd leuk om te doen. Secondary color, de cam color, cam dinges. Doe ik hem altijd zo, want het is open en het ziet er wel grappig uit. Hiermee kan je die grote balk in het midden, die steunbalk, kan je veranderen. En dit is gewoon om je motor snel te laten maken. Ja, uitlaat kan je ook veranderen. Even kijken of die... Nee, hij zit niet aan de andere kant, dus dat is wel jammer. Dus dan nemen we denk ik... There you go. Die, want die is groot en staat er ook mooi onder. Nou, de wielarches altijd de onderste nemen, want dan wordt de auto er lekker breed van. Een breder is altijd beter. Nou, hiervan ook de grill. Maar de grill ga ik weer terug veranderen, want dat vind ik toch niet mooi hoe dat eruit ziet. Nou, hier heb je de vent. Geen carbon vent nemen, alsjeblieft niet. Als er één ding is waar ik een hekel aan heb, zijn het carbon hood. Dus ik denk dat we gewoon de scooped hood nemen, want het past wel weer bij de bovenkant, want op het dak zit ook zo'n kleine scoop. Nou, altijd de kop toeter, want dat vind ik een leuke toeter. Nou, hier kan je een zonneklepje. Dat is ook leuk om te hebben, klein zonneklepje. Nou, hiermee verander je de kleur. Ik denk dat we de auto ultra blue gaan maken, want ultra blue, ja, het is een mooie, felle, uitstekende kleur. In.
Nou, dat is Ice Cube als Bobblehead. Nou, geen carbon dashboard dit keer. It's the inside that counts. Maar wel met al die knopjes, want ja, het is leuk om te hebben knopjes. Ook al doen ze niks, je moet altijd knopjes hebben. Nou, ik neem altijd deze, want dan heb je allemaal van die kleine metertjes overal zitten. Dat is altijd grappig. Nou, hier kun je de binnenkant van je deur veranderen. De seats, dan kun je van die mooie spot toertjes eronder zetten. Nou, we nemen deze, dat of rode gordels of blauwe of groene gordels, maar ik denk dat groen het best bij de blauw past. Dan kun je de hele binnenkant van de auto rode knopjes. Ja, de lampjes ook blauw. Headlights blauw, neon kit blauw. En dan de livery. De livery doe ik even snel de kleur van de auto veranderen, anders zie je de helft niet. Veranderen we naar metallic blauw. Een mooi metallic ultra blauw worden. Deze, een hele mooie felle kleur. En de secundaire kleur doen we ook even veranderen naar mat. Wat. En de rest hebben we allemaal naar livery. De classic RS drive. Ja! Oké, lekker! De enchanted stripe. En dan heb je hem aan de onderkant zitten. Met een mooie witte streep over het dak in. Dat heb je bij die zwarte ook. Maar dat kan je niet zien omdat de auto mat zwart is. De blauwe power stripe, dan heb je van die veel blauwe blokjes aan de zijkant zitten. Dus tree drifter, dat vind ik zelf een hele mooie omdat die van de bumper doorgaat. Nou, dit zijn allemaal sponsors. De Princess Robot Bubblegun. Die doe ik nu. Ja, dit is voor als je een rallyauto wilt maken, heb je dit nodig. Hier, de Princess Robot Bubblegum. Ik weet niet waarom ik er zo lang over deed. Ik vind een vriend van mij heel leuk, want ja, het is een Japanse hentai of zo, weet ik veel. Ik vind het er niet uitzien. Maar we nemen de Street Drifter, want ja, dat is een hele mooie. Ik neem een beetje een Fast and Furious stijl autootje. Nou, de license plate altijd black and yellow. Die spray hebben we al gedaan. Hier kan je de bovenkant, de roof. Dan heb je zo'n vortex generator. Ik heb geen idee wat we gaan doen, maar het zal goed zijn. Die kan je allemaal veranderen. Ik denk dat we gewoon een kleine spoiler nemen. Karin erop, dan heb je de bumpers, heb je van die mudflaps, voor als je een rallyauto van wilt maken. Nou, een spoiler, hier gaat het echt om. Nou, je hebt de standaard spoilers, de kleintjes. Hier begint het met de ducklips, die worden steeds groter. Dat je deze hebt, dit is de grootste ducklip en dan krijg je een drag spoiler, die is wat platter. En stock car spoiler, een carbon classic RS wing, een rally spoiler. Nou, hier wordt het wat groter steeds. En dit is wel een hele mooie. Deze zit al heel lang in de game, deze spoiler. Maar ik vind hem niet mooi. Deze is wel heel mooi, maar weer te groot. Ja, en dit is dan weer veel te groot. Don't she look pretty? Puntje naar beneden, de wielen, altijd Bendy's Originals, want mooie velgjes, grote velgjes. Ik neem meestal deze, of you won't have no blow-up. Nou, ik heb niet zo heel veel veranderd. Het was een beetje een tussenstukje omdat hij 15 minuten bezig was en dan doet hij hem automatisch opslaan.
Maar je ziet, ik heb de spoilers veranderd. Of de velgen veranderd en het raam. Meer is er ook niet. Nou, en dan zie je onze mooie sportwagen. Nou, lesser nemen we niet op. Nou, zullen we naar mijn jacht toe gaan? En dan... Ik wil het zien, zou ik even de kapitein bellen? Ik zit in de middel. Even de radio uitzetten, dan kan je horen wat een mooi geluid is uitgemaakt. Hoop ik. Ik weet niet of het geluid bij zit. Dat is best wel kut. En dan nu die. Ik wil alleen maar mijn woorden, maar niet het geluid van de auto. Brendan Darcy, your captain. Nou, de kapitein moet een helikopter afleveren. We'll send a chopper to the collection point. En dan moeten we even via de snelweg naar mijn helikopter toe. Nou, je ziet Ice Cube mooi met zijn hoofd knikken. Want ja, het is altijd leuk om Ice Cube met zijn hoofd te zien knikken. We hebben een klein beetje shortcut nemen, want die rijden al op bewegen. Laat mijn helikopter. Oh, toch bijna tegen mijn helikopter aan. Maar dit is mijn helikopter. Ik heb niet het. Je ziet dat het niet de duurste is, want ik heb ook niet het duurste jacht genomen. Aangezien het duurste jacht een beetje moeilijk is om doorheen te lopen en alles. Want die van 7 miljoen is anders ingericht en ook veel makkelijker ingericht. Nou, dat is mijn mooie jacht. Een mooie zwarte onderkant met de bovenkant, een beetje modern. Het is eigenlijk niet veel om op je jacht te doen. Het is een beetje, ja, je kan het verplaatsen, je kan naar binnen. Het is alleen makkelijk om naar binnen toe te, of om weg te komen van de mensen die achter je aan zitten om je die wil vermoorden. Het is de Eclipse. Ik heb de naam gegeven van de duurste jacht ter wereld. Zullen we even kijken of we op Vespucci Beach kunnen? Want dan kunnen we... Ja, het is altijd een mooie locatie om te liggen. Van achter de bergen. En dit is mijn kapitein, die oude man dat hier is. Should we drop anchor somewhere else in? Vespucci Beach, oh nee, dat kan niet, ze ligt al vol naar een Pacific Bluff. Okay, hold on a jiffy. Een mooie animatie. Het is ook mooi dat mijn boot helemaal gouden regen heeft. Ik zie nu niet dat de helikopters en alles erbij zijn, dat haalt hij altijd weg als je... gaat verplaatsen. Ik weet niet waarom. Maar we komen hier aan. Weer een mooie animatie. Nee. Ik zie ook wel dat het een veel mooiere locatie is waar we nu liggen. Ik wil een beetje te zien. Oh, ik zag het zien met de jacht liggen. Ik zie nog iemand die jacht liggen. De pier, ik weet niet waar die is. Volgens mij niet de pier. Nou. Dan laat ik even binnen zien. En dan denk ik dat ik daarna ermee ga stoppen. Want dan denk ik ook al een dikke 20 minuten al tegen jullie aan het lullen ben. Oh, dat is ook weer een nieuwe animatie. Ja, nou, zijn we binnen. Kun je zien, mooi ingericht, mooi donkere kleurtjes, dus hier een radio, meer kan je dit niet doen. En nog een radio en mijn tv. Oh ja, en een bank voor mij. Hier heb ik mijn persoonlijke barchick.
Hello, Die doet sir. me altijd schotjes Anything you schenken. want, please Oh, let me zeg know. dan maar 10 keer achter elkaar. Schotjes schenken. Dat is altijd lekker om te hebben. Ik heb er ook whisky en wijn en zo staan. Ik kan allemaal pakken. See you later. Nou, laten we even naar beneden gaan. Dus beneden zijn alleen maar slaapkamers. Voor de rest niet echt veel dingen. Hier heb je de eerste slaapkamer. Op een of andere manier liggen er altijd wapens in de slaapkamer. Maar kan ik ze 9 van 10 keer niet oppakken. Waarschijnlijk omdat ik altijd allemaal munitie vol heb zitten. Nou, hier is kamer 2. Hier heb je een kantoortje. Met een wapen. Het zal niet. Mooi snijpen. Dan heb je een slaapkamer. Dat is weer een badkamer. Precies hetzelfde als net. Het is allemaal hetzelfde behalve deze kamer. Want hier, dit is de master slaapkamer. Je kan ook je kleding en alles veranderen. En je kan je op bed liggen. Ik doe altijd als ik op mijn jacht ben, doe ik altijd met mijn badjas aan. Want ja, waarom niet? Je bent op je jacht. Even laten zien hier de grotere badkamer. Hier kun je ook douchen. Zoals je kunt zien, krijg je een mooie animatie. Hier zie je broek uit en dan gaat hij douchen. Het was stom dat hij zijn broek uit doet, aangezien hij een badjas aan heeft, maar ja. Hier heb je een groot bad. Dat is best wel stom, aangezien ik hem niet kan gebruiken. En een of andere vrouwen make-up doos. Een doos van een doos. Maar ik ga hem hierbij stoppen. Dus like, subscribe. Doe wat je wilt. Ik kan me toevoegen. Ryan Vos 12 op PlayStation 4. PlayStation 3 niet. Heet Jamie Vos. Yo.